Goedemorgen, beste collega's, mevrouw de minister, mensen van de diensten en Juca-scholieren. Welkom op deze allereerste zitting van deze legislatuur van de commissie Onderwijs. Vandaag op onze agenda een zestal vragen om uitleg. En daarna zullen wij ook nog in besloten vergadering een regeling van de werkzaamheden hebben om een paar afspraken te maken met de leden van de commissie. Ik hoor mezelf, dat klopt niet helemaal. Ja. Dank u wel, collega's. En dan gaan wij er meteen aan beginnen met een eerste vraag om uitleg van collega Buist. Ja, u heeft de eer en het genoegen om de eerste vraag om uitleg in deze commissie te stellen. Een vraag over het stijgend aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Collega Buist. Dank je wel, meneer de voorzitter. Goedemorgen ook allemaal. Net als voor de Juca-leerlingen is het ook voor ons een klein beetje een eerste schooldaggevoel, denk ik. En ik ben blij dat ik de spits mag afbijten, mevrouw de minister. Een vraag die ik eigenlijk aan de voorganger had ingediend, omdat toen het rapport was uitgekomen. Maar het besluit van het laatste rapport van het Rekenhof over het buitengewoon onderwijs, toestroom en uitstroom, is duidelijk, maar eigenlijk ook pijnlijk. De instroom in het buitengewoon onderwijs toont geen evolutie richting inclusief onderwijs. Integendeel, het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs is in 4 jaar tijd met bijna 13% gestegen. En die stijging, zegt het rapport, is relatief gezien het grootste in het kleuteronderwijs. Naast die opvallende stijging van het leerlingenaantal staan er nog een aantal andere schrijnende vaststellingen te lezen in het rapport. En ik citeer. Het Vlaamse beleidskader voor inclusief onderwijs vertoont gebreken. Aanpassingen op systeemniveau die tot inclusie moeten leiden, zijn er onvoldoende. Een duidelijke visie en een einddoel, timing, strategie en doelstellingen ontbreken. Einde citaat. Terwijl het buitengewoon onderwijs historisch al erg groot was, want Vlaanderen is de Europese koploper, bleef men plaatsen bijcreëren terwijl te weinig visie was om meer inclusieve formules uit te werken en meer leerlingen te laten toestromen naar het gewoon onderwijs. Momenteel maakt jaarlijks slechts 6% van die leerlingen de stap, meestal vanuit het buitengewoon lager naar het gewoon secundair onderwijs. En het gevolg is dus eigenlijk dat kinderen die al op een hele jonge leeftijd naar het buitengewoon onderwijs gaan, er wellicht heel hun schoolcarrière zullen blijven. Het decreet leersteun, dat vorige legislatuur ingevoerd werd, zou volgens minister Weitz onder andere zorgen voor die betere afstemming en die doorstroming tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Maar het Rekenhof waarschuwt. Dat gebeurt zonder de nodige flankerende, stimulerende maatregelen. Vraag is dus welke impact we mogen verwachten. Mevrouw de minister, onderwijs kan een hefboom zijn voor gelijke kansen, maar het beleid slaat toch ook de bal mis. Het rapport toont aan dat kinderen die opgroeien in kansarmoede veel vaker naar het buitengewoon onderwijs gaan. En dit rapport is meteen niet de eerste keer dat het Vlaams beleid rond inclusief onderwijs op de vingers getikt wordt. Eerder deze zomer was er al het rapport van de commissie Inclusief Onderwijs onder leiding van Elke Struif, die opgericht werd naar aanleiding van de invoering van dat decreet leersteun. En dat rapport bevat een aantal stevige aanbevelingen. Daarnaast was er het rapport van het VN-comité voor de rechten van personen met een handicap dat een evaluatie maakte van het Belgisch inclusiebeleid. Ook daar valt bezorgdheid te lezen over het hoge aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. En dus, mevrouw de minister, heb ik een aantal vragen voor u. Heeft u kennis genomen van de aanbevelingen van het Rekenhof en van de commissie rond inclusief onderwijs? Op welke manier zal u daarmee aan de slag gaan? En gaat er nu eindelijk werk gemaakt worden van echte inclusie met aandacht voor brede basiszorg, waardoor leerkrachten voldoende opleiding en ruimte krijgen en met de gepaste middelen die daarvoor nodig zijn? Alvast bedankt voor uw antwoorden, mevrouw de minister. Dank u wel, collega Buist, voor uw vragen. We luisteren naar de antwoorden van mevrouw de minister. Dank u wel, voorzitter, scholieren en uiteraard ook parlementsleden. Ik kijk er enorm naar uit om de komende 5 jaar met jullie samen te werken en met jullie ook op zoek te gaan naar de vele uitdagingen die er voor ons liggen. Laten we het positief formuleren. Maar ik geloof wel heel hard dat waar een wil is een weg. Dus we moeten blijven zoeken naar oplossingen. En dat zal ik ook de komende 5 jaar keihard doen.
in het belang van onze kinderen. De eerste vraag, inderdaad, mevrouw Buist heeft de eer om de eerste vraag te stellen in deze commissie. Uiteraard hebben wij kennis genomen van het advies van de commissie Inclusief Onderwijs. Wij hebben ook in het regeerakkoord naar dit advies verwezen. U zult dat wellicht ook hebben opgemerkt. En naar aanleiding daarvan zullen wij ook een Staten-Generaal organiseren. Ik denk dat het belangrijk is dat we alle betrokkenen samen laten nadenken ook over concrete en gedragen voorstellen die zij kunnen formuleren over de mogelijkheden in zaken inclusief onderwijs. Ik vind het belangrijk dat zij hun advies daarover formuleren. Dus vandaar de organisatie van de Staten-Generaal. Maar uiteraard zullen we ook rekening houden met de stem van de leraren die het in de klas natuurlijk moeten waarmaken. En als ik met leraren over inclusie praat, merk ik dat ze stuk voor stuk van goede wil... onderwijskwaliteit voor alle leerlingen. En elke leerling kan iets. Elke leerling heeft een talent. Met deze Staten-Generaal zullen we ook tegemoet komen aan de opmerking van het Rekenhof over het ontbreken van een visie en een einddoel omtrent inclusief onderwijs. Ik denk dat dat wel een van de cruciale punten zijn die naar voren zijn gekomen. Dus visie en einddoel. En we zullen ook werk maken natuurlijk van een aanbeveling van het VN-comité om dienaangaande ook een plan en strategie te ontwikkelen. Nu, in het regeerakkoord hebben we ook opgenomen dat we meer samenwerking tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs zullen faciliteren. Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs die samen als één school willen functioneren, die zullen daar ook de mogelijkheid krijgen. Zij zullen een beetje een rol opnemen als pionierscholen. En via deze pionierscholen zullen we ook een kaart brengen welke mogelijkheden en drempels scholen vandaag ervaren om meer samen te werken. De resultaten van de audit van het Rekenhof tonen aan dat er een stijging is van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. De stijging van de vraag, en zeker voor sommige types, is zo sterk dat we hiervoor ook een verklaring moeten zoeken. Dus ook dat loopt. Dus er is een onderzoek lopende naar het stijgend aantal oriënteringen voor bepaalde types. Bijvoorbeeld, we zien dat het meest in type 2, dus de leerlingen met verstandelijke beperking, en ook type 9, kinderen met autisme-spectrumstoornissen. En daarom denk ik wel dat het heel belangrijk is. We hebben sowieso een plan van aanpak nodig, hè, met visie, einddoel, strategie, maatregelen. Dus daarvoor eerst Staten-Generaal, dus met alle betrokkenen. Ik denk dat dat belangrijk is dat zij ook daar voorstellen in doen. En daarnaast denk ik ook dat we ook echt wel beleidsmatig moeten gaan kijken van waar komen die stijgingen. Ik vind dat zelf een hele cruciale, ook als minister natuurlijk, om te weten van waar komt dat. En ook dat onderzoek loopt. En vervolgens is mijn bedoeling alvast om, als ik die beiden heb, dus zowel dat onderzoek met die verklaring, hoe dat komt, die stijgingen, de Staten-Generaal die waarschijnlijk ook voorstellen dat formuleren, om dan tot een plan van aanpak te komen en daarmee te gaan starten. Dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord. Collega Buist, heeft u bijkomende vragen? Ja, dank u wel. Ik wil eerst de minister al bedanken voor haar antwoord. Die is duidelijk, denk ik. En daar ben ik het ook met u eens. We moeten kijken naar hoe groeien we naar die inclusie. Op welke manier kunnen we het zowel voor onze leerkrachten haalbaar houden, maar kunnen we er ook voor zorgen dat er meer inclusie komt en dat kinderen op de juiste plaats terechtkomen. Ik ben het ook eens, mevrouw de minister, als u zegt het is belangrijk om samen voorstellen te formuleren en daarvoor wilt u die Staten-Generaal organiseren. Ik denk wel wat belangrijk is, er ligt ook al heel veel. Allee, dat we het niet op de lange baan mogen schuiven. Het mag niet een manier zijn om te zeggen, nu gaan we alles wat er eigenlijk al gebeurd is, eens opnieuw doen. Omdat het natuurlijk, de nood is hoog. Hè. En ik denk dat we
We mogen niet te snel gaan, maar we mogen ook niet alles op de lange baan schuiven. Mijn vraag is ook misschien naar de voorzitter. Is het misschien ook een idee, aangezien dit een thema is dat we in de commissie vastpakken, dat het rapport van het Rekenhof, net als de conclusies van de commissie onder leiding van Elke Struijf, dat we die misschien eens kunnen toegelicht laten worden in de commissie. Dat kan een manier zijn om dat ook vast te pakken als parlementsleden. En dan, mevrouw de minister, een bijkomende vraag aan u. U hebt er zelf naar weer verwezen. In het regeerakkoord staat er een evaluatie van het decreet leersteun. Hebt u al een plan over op welke manier u dat gaat doen of hoe u dat concreet gaat aanpakken? Dank u wel. Dank u wel, collega Buijs. Wat betreft uw suggestie voor het bespreken van het rapport van het Rekenhof, ook collega Grozemans heeft die suggestie reeds aan mij overgemaakt. En we zullen dat inderdaad straks tijdens de regeling van de werkzaamheden bespreken. Collega's, wenst er iemand aan te sluiten? Ik had collega Daniels al, collega Van Drommen. Collega Daniels. Ja, dank u wel, voorzitter. Vooral de minister, beste collega's. Fijn in deze commissie onderwijs allemaal te zijn. Ik ben ook blij dat de minister is en blijft. Ik denk dat dat een goede zaak is, minister, zowel dat u minister bent en blijft. Mijnwerkersdochter wordt minister. Ik denk dat dat het prototype is van wat we vooruit willen schuiven als onderwijs. Ik ben ook blij om twee Juca-studenten hier bij mij te hebben. Zijn de Twan en Marnix van het zesde jaar uit het Sint-Josef Klein Seminari. Is Sint-Niklaas ook wel gekend als het college. Er is geen uniform, als je dat denkt, maar ze hebben toevallig allebei hetzelfde aan op die school. Nu, de vraag van collega Buist, denk ik dat inderdaad een belangrijke vraag is, collega's, een interessante vraag. Ik wil er ook ineens bij aansluiten, voorzitter, beste collega's, rond zulke belangrijke dossiers. Ja, kunnen we hier bij wijze van spreken elke week opnieuw een vraag stellen. Maar ik denk inderdaad ook dat het beter is dat we daar eens een aparte hoorzittingcommissie rond organiseren om eens ten gronde een aantal zaken door te spreken in plaats van dat we elke week hier een vraag stellen van vooral de minister dit of dat in buitengewoon onderwijs. Dus vanuit onze N-VA-fractie willen we uiteraard ook dat voorstel doen. Nu ten gronde, mevrouw de minister en collega Buist, maar ook andere collega's, in het regeerakkoord hebben we inderdaad meer dan een volledige pagina gewijd aan buitengewoon onderwijs. En ik wil daar toch drie dingen bij meegeven die mevrouw de minister ook heeft aangehaald. Eén, meer inclusie, daar is niemand tegen. Maar als je met leerkrachten op de werkvloer spreekt, is het eerste wat ze zeggen, het moet haalbaar zijn. En die haalbaar, collega's, dat is voor drie mensen belangrijk. Eén, voor de leerling zelf die inclusief in het onderwijs zit. De kern is nog altijd leren. Vandaar dat het decreet ook leersteun noemt. De leerling moet op de plaats waar hij zit tot leren komen. Twee, de leerkracht die in die klas staat, of leerkrachten, voor hen moet het ook haalbaar zijn. En drie, laatste punt, voor de andere leerlingen in de klas moet het ook haalbaar blijven, want we zijn er niks mee gebaat dat door alle energie in één leerling te steken, er potentieel andere leerlingen uit de boot vallen. En dus die Staten-Generaal, mevrouw de minister, is dat iets, op welke termijn ziet u dat, om dat in gang te zetten? Okay, dank u wel. En collega Van Drommen. Dank je wel, meneer de voorzitter. Dank je wel ook, mevrouw de minister en collega, om de vraag te stellen. Ik sluit mij volledig aan bij het voorstel om dit grondig aan te pakken en niet zoals verschillende vragen stellen naar elkaar. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat grondig kunnen bespreken. Vorige legislatuur ook heel vaak aan bod gekomen. Wat voor ons belangrijk was bij het ontwerpen van het nieuwe decreet leersteun, was dat daar ook aandacht was naar hoe we in de toekomst kunnen evolueren naar inclusief onderwijs. De commissie van professor Struijf heeft daar een heel mooie aanzet toe gedaan. En zoals al vermeld, is in het regeerakkoord ook verwezen naar een Staten-Generaal. Persoonlijk ben ik daar zeer tevreden over, omdat we geen vingerknip met een vingerknip dit allemaal kunnen oplossen, maar dat we net van onderuit heel fel moeten gaan luisteren wat de noden zijn. Wat voor ons wel belangrijk is, is de haalbaarheid van inclusie. Geen tegenstelling mag zijn voor de haalbaarheid van individuele leerkrachten. Wat voor ons belangrijk is, dat we niet verder gaan segregeren, dat we ook een onderzoek doen inderdaad naar wat de oorzaken zijn van het stijgend aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Maar misschien er nog aan toevoegen, als we dan mensen uitnodigen, dan is het FLOR-advies van 16 mei 2024 ook zeker interessant om erbij te nemen. Maar heel concreet, mevrouw de voorzitter, een vraag.
We hebben al langer de kaart getrokken van een campusmodel, waarbij het buitengewoon onderwijs en het gewoon onderwijs ook nauwer naar elkaar toe groeien. Ik weet dat een aantal scholen daar graag pionier zouden in zijn. Dus een heel concrete vraag, wanneer kunnen we een signaal geven aan die scholen die daar klaar voor zijn om dat model van één campus verder uit te bouwen en hoe kunnen we hen daarin ondersteunen? Is dat via financiële middelen of is dat via ondersteuning op een andere manier? Ik hoor het graag. Dank u wel, collega's, voor de bijkomende vragen. Als er geen verdere tussenkomsten zijn, geef ik opnieuw het woord aan mevrouw de minister. Ah, mooi. Ik dacht dat het een lange commissie ging zijn. Ja, misschien eerst antwoorden op de vraag van mevrouw Buist. Het is niet de bedoeling om dat op lange baan te schuiven. Integendeel, ik denk dat de kinderen daar ook geen baat bij hebben. Want ja, we moeten echt wel snel gaan handelen. Maar de enige reden waarom dat ik toch een Staten-Generaal en de werkgroep wil samen laten komen met alle betrokkenen, is dat ik achteraf ook niet wil horen van, maar ja, de minister is weer voortvarend geweest en ze heeft dat weer allemaal zelf beslist. En we wisten het niet. Dus dat wil ik vermijden. En dat is eigenlijk de reden van, kijk, wij vinden het belangrijk dat jij je input ook geeft, zodat we daarmee aan de slag kunnen gaan. In het regeerakkoord staan er al een aantal zaken in, dus dat is al goed, denk ik. De haalbaarheid voor leerkrachten is ook een hele belangrijke. En van zodra dat we het advies hebben van betrokkenen en we ook de verklaring hebben, want dat vind ik ook wel een belangrijke, dat we goed moeten weten hoe dat komt, dat er, van waar dat die stijging komt, dan ben ik sowieso van plan om als minister onmiddellijk een plan van aanpak voor te stellen. Dat zal geen hele boek zijn, want zo werk ik niet. Ik denk dat iedereen die mij kent weet dat ik geen boeken schrijf. Ik ben voor realisatie op het terrein. Dus er zal een plan van aanpak met heel concrete maatregelen zijn die we dan gaan uitvoeren. Dus zeker geen niet op lange baan schuiven. Dank u wel, minister, voor uw bijkomende antwoorden. Collega Buist, nog een korte slotrepliek. Ja, dank je wel. Even reageren. Het is zeker niet mijn bedoeling om hier elke week vragen over te stellen, maar het rapport van het Rekenhof was toch voldoende aanleiding om een eerste vraag daarover te stellen. En zeker bij het begin van een legislatuur. Maar ik ben het helemaal eens dat het beste is dat we een grote gedachtenwisseling hierover organiseren. Voor onze fractie is het wel heel belangrijk dat we inclusie als iets waardevol zien. Dat is iets waardevol voor de persoon zelf, maar ook voor de personen rond. Want dat is een manier waarop dat onderwijs, een inclusief onderwijs, een hefboom kan zijn voor een heel diverse en inclusieve samenleving. Dus daar zullen wij mee onze schouders onder zetten. Dank u wel. Dank u wel, collega Buist. Dan is onze eerste vraag om uitleg afgehandeld. Collega Buist, u krijgt meteen opnieuw het woord, want u heeft nog een vraag aan de minister over de omzetting van lestijden kleuteronderwijs naar kinderverzorging. Ja, dank je wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, het lerarentekort, we weten het allemaal, speelt veel scholen parten. Maar dus ook in het kleuteronderwijs hebben veel directeurs het moeilijk om hun vacatures ingevuld te krijgen. En de afgelopen jaren bestond er de mogelijkheid om een kinderverzorger aan te stellen in het ambt van kleuteronderwijzer als er geen kandidaat met een passend bekwaamheidsbewijs gevonden kon worden. Die tijdelijke maatregel die liep tot het schooljaar 2023-2024, maar werd niet verlengd voor dit schooljaar. En er is dus een ondervraging geweest van de Vereniging Leidinggevende Vlaams Onderwijs om eens te peilen wat de impact daarvan was voor scholen. En die bevraging werd ingevuld door 464 leidinggevenden. En ze leverden toch een aantal interessante resultaten op. Ten eerste geeft het een indicatie van het lerarentekort in de bevraagde scholen. Bijna 1 op 5 was op 1 september nog steeds op zoek naar een kleuteronderwijzer. Maar ook leidinggevenden die wel kunnen starten zijn met een volledig team geven aan dat ze verwachten dat ze in de loop van het schooljaar misschien wel in problemen zouden kunnen komen. Omdat problemen die zich bijvoorbeeld voordoen bij instapklasjes, die steeds groter worden doorheen het jaar, dat het dan vaak moeilijk is om extra kleuteronderwijzers te vinden. Een tweede vaststelling uit die bevraging, de maatregel om lestijden om te zetten naar het ambt kinderverzorger, werd heel vaak gebruikt. Maar liefst 81,9% van de respondenten gebruikten ze meerdere keren, 9,7% eenmalig.
Dus het hoeft niet te verwonderen dat 89,9% van de respondenten aangaf dat een verlenging van de maatregel hun school vooruit zou helpen. In antwoorden op de open vragen geven leidinggevenden aan dat het wegvallen van de maatregel zal leiden tot grotere klasgroepen, minder tijd, minder aandacht voor elke kleuter en toenemende werkdruk voor leerkrachten. Mevrouw de minister, laat het duidelijk zijn, ook wij zijn van mening dat het in eerste instantie een streefdoel moet zijn dat er in klasse kleuteronderwijs een kleuteronderwijzer voor de klas staat. Dat is het doel waar we uiteindelijk naartoe moeten. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van het kleuteronderwijs. Aan de andere kant toont deze bevraging echter ook aan dat die maatregel stopzetten in tijden van leerkrachtenkrapte, dat dat wel scholenverlichting bracht. En het stopzetten ervan, nu het leraartekort allesbehalve opgelost is, stelt dus heel wat respondenten toch wel voor wat problemen. En vandaar dat ik het ook belangrijk vond om hier een aantal vragen over te stellen. Welke structurele maatregelen zal u nemen om het leraartekort terug te dringen, specifiek in het kleuteronderwijs? Hoe zal u meer kleuteronderwijzers aantrekken? Staat u ervoor open om de maatregel nogmaals te verlengen? Wat is de motivatie achter de beslissing om het al dan niet te doen? Dank u wel voor uw antwoorden alvast. Dank u wel, collega. We luisteren naar de minister. Ja, dank u wel. In het regeerakkoord is opgenomen dat we de tijdelijke maatregelen die de voorbije legislatuur zijn opgenomen in het kader van het lerarentekort en ook de herwaardering van het lerarenambt, want ik denk dat dat ook een heel belangrijke is, want ja, er zijn veel leraars die vroegtijdig stoppen of... dus ik denk dat we dat ook goed gaan moeten bekijken, hoe dat komt, dat leraars vroeger stoppen. Als je met leerkrachten praat, dan denk ik dat je dat wel ook weet. Dus we gaan ook terug respect moeten brengen in de klas, respect van leerlingen ten aanzien van de leerkrachten. Ik vind dat een fundamentele in het hele debat. Maar daar komen we misschien later nog op terug. Ik zal sowieso in eerste instantie ervoor zorgen dat die maatregelen, die tijdelijke maatregelen, die dit schooljaar nog van kracht zijn, vanaf volgend jaar verlengd kunnen worden. Denk maar aan die 15 jaar geldende anciëniteit bij zijinstroom. En ook de toekenning van een lerarenbonus voor wie aan de slag gaat in het onderwijs en een lerarenopleiding volgt. Daarnaast hebben we in het regeerakkoord nog een aantal maatregelen opgenomen die het beroep van leraar en ook dus dat van kleuteronderwijzer aantrekkelijker moet maken en houden. Zoals gezegd, zal hierover ook sociaal overleg starten. Ik denk dat iedereen akkoord gaat met de stelling dat we prioritair op zoek moeten gaan naar voldoende kleuteronderwijzers die goed zijn opgeleid. Om het tekort bij de kleuteronderwijzers op te vangen, werd in het verleden als tijdelijke maatregel toegelaten dat kinderverzorgers ook voor de kleuterklas terechtkwamen. Bij de start van de vorige legislatuur is er 70 miljoen extra geïnvesteerd in het kleuteronderwijs. Met die bijkomende middelen konden extra kinderverzorgers worden aangeworven. Bijkomend is er in de loop van de legislatuur nog extra ingezet op het basisonderwijs. De kinderverzorgers hebben in grote getale de overstap naar onderwijs gedaan. De kritiek was toen dat onderwijs dan zorgde voor tekorten in de kinderopvang. Op de vraag om de inzet van kinderverzorgers als kleuteronderwijzers permanent mogelijk te maken, werd vanuit het beleid het volgende antwoord geformuleerd. 1. We zetten in op kwaliteit en hebben dus liever dat kleuteronderwijzers afdoende zijn opgeleid. 2. We geven de mogelijkheid om kinderverzorgers om te scholen naar kleuteronderwijzers. Scholen konden dus kleuterverzorgers aanstellen en hen ook een opleiding tot kleuteronderwijzer laten volgen. En uiteraard zijn wij ook loyaal aan de welzijnssector en plukken daar geen bijkomende kinderverzorgers weg, want anders heb je daar natuurlijk het probleem. In het regeerakkoord is opgenomen dat de maatregelen die de voorbije legislatuur werden getroffen om het lerarentekort te counteren, dat die sowieso zullen worden verder gezet. Dat ziet u ook budgetair. Maar uiteraard zullen we verder moeten gaan dan hetgeen dat de vorige legislatuur is gedaan en wat dat nu ook in het regeerakkoord staat. Dat zal sowieso ook een hele
geen evidente zijn, want ik denk dat, dat anders het probleem van het leraartekort al 20 jaar geleden of 15 jaar geleden was opgelost. Maar we zullen toch wel met een adequaat antwoord moeten komen. Maar zoals ik heb gezegd, het zal sowieso maatregelen in kader van lerarentekort. 2, ook herwaarderen van het lerarenambt. En 3, daar ga ik ook maatregelen moeten nemen. Want anders denk ik dat we... dus het respect voor leerkrachten. Dus ook als ik kijk naar kinderonderwijzers... als bijvoorbeeld bij mij in mijn stad de helft van de kinderen die aan de kleuterklas beginnen, zijn niet zindelijk. Dus die kleuterjuf heeft daar wel heel wat andere taken dan eigenlijk kleuterjuffrouw zijn. En dan denk ik dat we naar dat ook gaan moeten kijken. We gaan ouders ook wel echt moeten vragen van... beste mama en papa, als uw kleine naar de kleuterklas komt, dan verwachten we wel dat die pipi potje kan doen. Dus want anders... We gaan leerkrachten wel gemotiveerd voor de klas moeten gaan houden. En dat betekent inderdaad... maatregelen, lerarentekort, herwaarderen van het lerarenambt. En 3, en dat vind ik echt wel een heel belangrijke, en daar hebben we misschien te weinig op gewerkt, dat is die ouderlijke verantwoordelijkheid en terug respect brengen in die klas en zorgen dat leerkrachten gerespecteerd worden. En dat zijn voor mij 3 zaken waar ik de komende 5 jaar heel hard op zal werken. En dat derde vind ik bijzonder belangrijk. Dank u wel, mevrouw de minister. Collega Buist. Ja, dankjewel, mevrouw de minister. Voor alle duidelijkheid, ik heb de vraag niet gesteld om de maatregel die er was permanent te maken. Dat is niet de vraag geweest. De vraag is geweest, dit was een tijdelijke maatregel, waaruit blijkt dat dat door toch heel wat scholen gebruikt werd. Ook wij zijn van mening dat je eigenlijk structureel een kleuteronderwijzer voor kleuters moet zetten. Kinderverzorgers kunnen verlichting in de klas brengen, maar enkel eventueel samen met die kleuteronderwijzers. Onder andere over waar u het net over had, de zindelijkheid in de klas. Mijn kinderen zijn ondertussen al iets ouder, dus het is al iets langer geleden, maar dat begrijp ik wel. Maar dat was mijn vraag niet. Mijn vraag is enkel, dat was een tijdelijke maatregel, die is nu stopgezet en heel wat directies zitten nu met hun handen in hun haar. Denkt u erover om die tijdelijke maatregel, maar dus inderdaad tijdelijk, eventueel te verlengen? Dus dat is een eerste vraag. En een tweede bijkomende vraag. U zei in uw antwoord, de mogelijkheid bestaat dan om terwijl een opleiding te volgen. Maar is dat ook zo? Als dus die kinderverzorgers als kleuteronderwijzer voor de klas staan, kunnen zij dan bijvoorbeeld maar gedeeltelijk voor de klas staan en gedeeltelijk die opleiding tijdens de uren volgen? Of hoe zit dat net? Dus dat zijn mijn bijkomende vragen. Dank u wel. Ik wil collega's wie wenst er aan te sluiten. Ik had collega Van Drommen en Laremans opgeschreven. Collega Groosmans. Collega Van Drommen. Dank je wel, meneer de voorzitter. Laat ons duidelijk zijn, ook CD&V vindt het belangrijk dat we de kwaliteit van ons kleuteronderwijs hoog in het vaandel dragen. En dat start natuurlijk met het hebben van een kleuteronderwijzer of onderwijzeres voor de klas. Die kinderverzorgers zijn van belangrijke waarde, kunnen een kleuteronderwijzer ondersteunen. Het kan geenszins de bedoeling zijn dat we kinderverzorgers alleen voor een groep kleuters gaan zetten. Dat is absoluut de bedoeling niet. Maar ik geef toe, ik werd ook aangesproken over het wegvallen van de maatregel. En ik wil u, mevrouw de minister, toch even meenemen in hoe het kleuteronderwijs georganiseerd wordt. U weet dat kleuters niet alleen instappen in het eerste op 1 september, maar ook na de vakantieperiodes, na de kerstvakantie, voilà. Dat zijn de instaplestijden. Ik zou graag vragen om daar toch ook rekening mee te houden, want die maatregel werd vooral ook gebruikt om die instapuren te kunnen opvullen. En ik snap de scholen, want gedurende het schooljaar, op 1 september zijn de meeste vacatures ook ingevuld, maar gedurende het schooljaar vallen er steeds meer mensen weg. Dus de vraag is om op termijn te kijken of dat we niet toch na die instaplestijden die maatregelen toch kunnen bekijken of dat we dat kunnen invoeren om de scholen ook wel te ondersteunen. Dus ik vraag vooral om te monitoren, om te zien of dat we dat eventueel toch kunnen meenemen. Dank u. Dank u wel. Collega Laremans. Ja, dank u wel, collega Buist, voor de vraag. Die is meer dan terecht. In de vorige legislatuur ben ik er direct mee begonnen, omdat mijn vrouw kleuterleidster was, om dus meer uren te vragen dat voor die kinderverzorgsters. Want dat was echt wel een probleem. Zij stond in die instapklas.
Ja, en op het ogenblik dat er voor de zoveelste keer een kind in zijn broek deed, moet zij de rest van de klas alleen laten. Ja, als er dan iets gebeurt, dan is de vraag wie verantwoordelijk is. Maar goed, het aantal uren is verdubbeld, waarvoor dank. Maar desondanks, omwille van het leraartekort, zien we dat er nog altijd zeer veel van die kinderverzorgsters wel alleen voor de klas staan. Want ze vinden geen vervangers. Ja? En dan wordt die bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, naar de derde kleuterklas gezet en moet die instapklasjuf er alleen voor staan. Maar die mensen moeten dat soms een trimester doen en die krijgen niet de wedden van een kleuterjuf. Dus eigenlijk, als je... zou je dat toch maar moeten kunnen compenseren dat die een beetje extra krijgen voor de extra taak die zij op zich moeten nemen. En sommige van die kinderverzorgsters doen dat al jaren en die kunnen dat ook wel. En dat er daar overgangsmaatregelen moeten voorzien worden, dat lijkt me wel logisch. Maar ik vind ook, de wedden zou toch eens moeten bekeken worden. En dan een tweede zaak, over dat zindelijk maken. Dat is allemaal een goed voornemen en ik volg u daar volledig in, want toen wij onze kinderen naar school stuurden, al vrij lang geleden, maar toen moesten die zindelijk zijn. En directeurs konden dus vlak af zeggen tegen die ouders, en die deden dat ook, sorry, uw kind mag nog niet naar school. Want ja, die kleuterjuf heeft wel andere dingen te doen dan luiers te verversen. En dat is allemaal veranderd en veel meer ouders die zeggen, de juf moet dat maar doen. En ik vraag me dus af of er geen uniforme maatregel of een aanzet kan komen van bovenaf. Van kijk eens, wie niet zindelijk is, die mag, dus directeur, mag die gerust 14 dagen op time-out zetten. Om het eens opnieuw te proberen vooraleer dat kind terugkomt. Maar vrijblijvende zaken oproepen doen, dat is niet voldoende. Dank u wel. Dank u wel. En collega Grozemans. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister. Ik heb ook een UCAS-student meegenomen. Dat is Alexian Booyen van de Sint-Martinusschool uit Herk de Stad. En ik heb zelden iemand zo jong ben ik tegengekomen die zo geïnteresseerd is in de werking van het parlement en de politiek. Dus dat is mooi voor de toekomst. Goed, over naar de vraag. Collega's, de regering heeft eigenlijk heel bewust en heel doordacht gekozen om die tijdelijke maatregel niet te verlengen. En er zijn eigenlijk twee redenen voor. De eerste reden is dat we echt volwaardige kleuteronderwijzers willen in die kleuterklasse. Want, laten we eerlijk zijn, daar begint het eigenlijk. Hè. Dat moet meteen heel goed zijn met sterke, goed opgeleide profielen. Maar de tweede reden is eigenlijk dat we daarboven niet nog meer kinderverzorgers uit de kinderopvang willen trekken. En daar zijn ook grote tekorten. Wij vissen eigenlijk in dezelfde vijver en we hebben dat vorige legislatuur heel goed gemerkt toen we echt hebben ingezet om die kinderverzorgers naar onderwijs te krijgen. Dat departement Welzijn zei, hey, wij beginnen hier echt in de moeilijkheden te raken. Dus collega's, de scholen kunnen wij wel verlichting bieden, maar de problemen in de kinderopvang die worden wel veel zwaarder en is dat echt wat we willen. Wij hebben wel de indruk dat scholen misschien onvoldoende die mogelijkheid gebruiken om die kinderverzorgers aan te stellen in uren kleuter, terwijl ze die verkorte opleiding kleuteronderwijzer volgen. En dat is eigenlijk een win-win, want scholen krijgen die sterke profielen binnen, maar die mensen zelf die krijgen ook een verhoogde weddenschaal van 300 en kunnen hiervoor ook die lerarenbonus aanvragen. Dus dat is eigenlijk mijn vraag naar u, mevrouw de minister. Is er misschien een mogelijkheid om nog eens uitdrukkelijk die mogelijkheid te communiceren naar die schooldirecteurs? Dank u wel, collega's, voor de bijkomende vragen. Ik geef opnieuw het woord aan mevrouw de minister. Ja, dank u wel. Op de laatste vraag, ik denk inderdaad, collega Grozemans, dat we dat nog eens moeten communiceren naar de schooldirecteurs. Misschien meegeven dat kinderverzorgers kunnen 3 uur lerarenbonus krijgen en ook een hoger loon als ze voor de klas staan als kleuteronderwijzer. Dus dat is wel, denk ik, een belangrijk element. Je kunt natuurlijk wel niet verwachten dat de kinderverzorger, zevende jaar beroeps, hetzelfde loon ontvangt dan een kleuteronderwijzer. Dus dat zal altijd wel een verschil zitten, maar ze krijgen sowieso wel al meer als ze voor de klas staan. De vraag voor instaplestijden, nu de omkadering van het basisonderwijs is zo voorzien dat men met kleine klasjes kan starten en langzaam kan opbouwen. Dit is een hervorming, denk ik, van een aantal jaren geleden. Dus ik zal nog eens kijken hoe dat zich verder zet. Dank u wel, minister. Collega Buist, slotrepliek.
Dank je wel, mevrouw de minister. Je kan natuurlijk een tijdelijke maatregel pas stopzetten als er een goede, duurzame oplossing is. En op dit moment zijn er echt kleuterscholen die met hun handen in hun haar zitten. En ik volg collega Van Drommen helemaal. Dat gaat vooral over die instapklasjes, omdat die inderdaad groter worden. Ik ben niet helemaal... Of ik heb niet helemaal begrepen of hij nu stopgezet wordt of niet. Als ik de collega aan mijn rechterkant... Sorry, ik ken uw naam nog niet, maar als ik de collega... Grozemans. Ja. Versta, dan is hij dus stopgezet en is het niet de bedoeling om die te verlengen. Ik vind dat een gemiste kans. Laat het duidelijk zijn, er moet een structurele oplossing komen. En ik ben het helemaal eens dat kleuters het best gebaat zijn met een gediplomeerde kleuteronderwijzer voor de klas. Eventueel bijgestaan door kinderverzorgers om een aantal taken op zich te nemen. Kleine klassen zijn belangrijk. Maar op dit moment, als je ziet wat de antwoorden op die bevraging zijn, vind ik het een gemiste kans dat die tijdelijke maatregel niet verlengd wordt. Dank je wel. Dank u wel, collega Buijs. Daarmee is die vraag afgehandeld. Dan geef ik het woord aan de collega Seurs met een vraag over geweld en pesterijen tegenover leerkrachten. Collega Seurs. Ja, een belangrijke vraag over geweld en pesterijen tegen leerkrachten. En als het mag, voorzitter, zou ik de vraag willen laten stellen door een UCA-student, Tosca. Een week geleden publiceerde Humo een interview waarin leerkrachten getuigen over bedreigingen, geweld en pesterijen door hun eigen leerlingen. Nadien doken beelden op van een incident in Kinset Jezu in Hasselt, waar een leerling een leerkracht vol in het gezicht slaat. Uit OESO-statistieken blijkt bovendien dat Vlaamse leerkrachten hier vaak mee te maken krijgen en dat zelfs een van de belangrijkste redenen is waarom ze het onderwijs verlaten. In het regeerakkoord staat daarom terecht een passage over nul tolerantie tegenover geweld en bedreigingen tegen leerkrachten. Daarnaast zal de Vlaamse overheid zich per definitie burgerlijke partij stellen bij werkonbekwaamheid door dergelijk geweld. Mevrouw de minister, kunt u verduidelijken hoe deze initiatieven concreet worden ingevuld en wanneer ze effectief in werking zullen treden? Dank u wel voor uw vraag. Mevrouw de minister. Dank u wel voor de goed gestelde vraag. Parlementslid in wording, denk ik. Ik eerst misschien meegeven dat ik het zeer moedig vind dat leraren in het artikel hebben willen getuigen, want ik denk dat dat niet evident is. En ik vind dat zeer moedig en ik roep ook anderen op om dat ook te doen. Want het is erover te praten en dat naar buiten te laten komen dat we daar ook rond moeten werken. Ik wil dan ook benadrukken dat geweld tegenover leraars of, en het pesten van leraars, dat gewoon niet kan. We mogen dat nooit dulden. Dat is ook de reden waarom dat we in het regeerakkoord spreken over nul tolerantie tegen geweld en bedreigingen aan leraren en aan het voltallig onderwijspersoneel. Dus ik zal dan ook als minister dat principe van nul tolerantie ten aanzien van geweld uitwerken. De vraag van welke bijkomende maatregelen ik nog zal nemen. Dus ja, dat zal ik de komende maanden moeten doen om te kijken welke maatregelen dat we kunnen nemen. Maar u weet sowieso dat onderwijsinstellingen ook verantwoordelijk zijn voor een goed HR-beleid, het personeelsbeleid. Ik wil hen hier als minister ook zo goed mogelijk ondersteunen en verder ook maatregelen afstemmen op de noden die er zijn. Als een leerling de leefregels van een school overtreedt, dan kan de school een leerling een straf opleggen, preventief schorsen en uitsluiten. En leerlingen straffen, ik vind daar niks verkeerd mee. Vroeger moesten we altijd in de hoek staan, maar vandaag de dag is dat not done precies. Ik vind dat echt... ik vind dat we daar toch wel eens allemaal over moeten stilstaan, wat dat er allemaal tegenwoordig gebeurt. Want we hebben de beelden ook gezien, denk ik, van een aantal weken geleden. Nu, wat op school mag en niet mag, staat dus in het schoolreglement. Zowel de school als de leerling en de ouders, want die tekenen het reglement natuurlijk ook wel, hè. Die moeten dat naleven. En scholen die bepalen natuurlijk in grote mate zelf de leefregels en straffen op school.
Maar natuurlijk zijn er grenzen, vind ik. Geweld kan nooit, nooit, nog fysiek, nog psychisch, dat kan niet. Als iemand toch geweld gebruikt, kan je klacht indienen. En ik vraag sowieso alle onderwijsinstellingen om daar ook gebruik van te maken en ook om acties te nemen. Men moet daar geen schrik van hebben. De scholen moeten daar echt geen schrik van hebben om acties te ondernemen. Ik denk dat de steun echt wel groot is maatschappelijk. En mijn standpunt als minister is daar heel duidelijk over. Jamais, nooit zullen we agressie tegenover leraars aanvaarden. En het principe van nultolerantie staat in het regeerakkoord. En ik zal de komende dagen en maanden kijken hoe dat we dat uitwerken. Ik heb al het genoegen gehad om met heel veel mensen te kunnen spreken de afgelopen 2 weken. Het meeste wat ik daar wel hoor, is het gedrag van leerlingen. Daar is wel iets aan de hand, maatschappelijk. Dus we gaan, of dat we dat nu leuk vinden of niet, of taboe of niet, I don't care, maar we gaan daar dan moeten kijken naar die gedragsproblemen die we zelfs al in de kleuterklas zien, bij de kleuters. Dus we gaan echt onze ogen niet sluiten. Dat pakt mij enorm, maar daar is maatschappelijk iets aan de hand. En als minister zal ik daar mijn verantwoordelijkheid nemen, ook al zal ik daar misschien tegenwind voor krijgen. Want ja, dat is altijd zo wat gevoelig. Maar iedereen die ik heb gesproken de afgelopen dagen en weken geven mij aan dat daar iets is rond gedrag van sommige leerlingen en dat het zelfs al heel vroeg begint, het kleuteronderwijs. Ik was daar zelf van gechoqueerd toen ik dat hoorde, dat dat al bij de kleuters begint. Dus dat betekent inderdaad dat we daar maatregelen zullen moeten nemen en dat we daar echt wel de kant van de leerkrachten moeten gaan kiezen en dat we ook echt wel die ouderlijke verantwoordelijkheid gaan moeten benadrukken in het uitwerken van maatregelen. Dank u wel, mevrouw de minister. Collega Seurs? Ja, dank u wel, mevrouw de minister, voor een heel duidelijk antwoord en duidelijk standpunt ook. Ik denk ook dat het inderdaad heel moedig is van de getuigenissen in Humo. Ze gaan ook door merg en been. Ik denk ook dat de filmpjes die verspreid worden in sociale media ook door iedereen gezien wordt en een heel groot bereik krijgt. Dus ja, we kennen allemaal wel de verhalen. Ik denk ook niet dat we moeten teruggaan waar de tijd dat alles wat de leerkracht zegt heilig is. Maar ik denk ook wel dat het minimum aan respect toch wel nodig is voor de leerkrachten. Er gebeurt heel veel rond antipesten voor leerlingen. Dus we moeten misschien ook echt daar wel gaan nadenken hoe kunnen we de leerkrachten gaan ondersteunen. En daar is zeker nog werk aan de winkel. Ik zie in het regeerakkoord staan dat er plannen zijn om de leraaropleiding verder te versterken rond klasmanagement. Ook niet onbelangrijk, zeker als er een tendens is, zoals de minister zegt, dat er meer problemen zijn met gedrag. En er komt ook een uniform basisopleiding voor de directeurs. Ik denk dat dat ook een heel goede zaak is om die leerkrachten goed te ondersteunen. Vandaar mijn bijkomende vraag aan de minister. Hoe zullen deze initiatieven specifiek de problematiek van pesterijen en geweld tegen leerkrachten, hoe gaan we dat specifiek aanpakken? Ik begrijp dat je daar zeker nog wel wat gesprekken gaat moeten voeren met het veld en dat we daar ook nog wel wat tijd voor gaan geven. Maar ik hoop wel dat het de nodige aandacht blijft krijgen. Dank u wel. Zijn er collega's die wensen aan te sluiten? Collega Laremans en collega Kazmi. Collega Laremans. Ja, voorzitter. Ik zou hier graag bij aangesloten hebben met mijn vraag, die al lang ingediend is. En dan eerst door de diensten werd doorverwezen naar de andere bevoegdheid van mevrouw Demir. Volgende week dan misschien. Dan kreeg ik het bericht, ja, het is toch vandaag. En dan nu krijg ik bericht van, nee, het is volgende week. Omdat dat mocht er niet bij aansluiten. God weet waarom. Dat heeft alles daarmee te maken met deze problematiek. En ik mag die vraag nu niet stellen van de diensten. Ik snap dat niet. Maar goed, ik zal ze volgende week aanbrengen. Want die thematiek is veel te belangrijk om ze te laten liggen. Dank u, collega Laremans. Het klopt dat het een gelijklopende vraag is. Maar uw vragen waren meer gericht op de dader. En de vragen van collega Seurs waren meer gericht op het... De leerkrachten natuurlijk, de slachtoffers van het geweld. Collega Kazmi. Dank u, voorzitter. Meneer, mevrouw de minister, het is inderdaad belangrijk dat het gedrag van de leerling tegenover de leerkrachten cruciaal en vanaf
de geboorte vanaf het kleuterklas moet aangepakt worden. Wat we zeker niet mogen vergeten, is de leerling die zich wel voorbeeldig gedragen. Die ook een pluimpje verdienen ook en die ook niet vergeten mogen worden. Er wordt altijd gekeken naar de stoute kindjes, maar diegenen die zich goed gedragen worden vergeten. En ik wil ook graag dat je die leerlingen ook meeneemt in het denken over het plan. Dank u. Wel, en collega Van Drommel. Dank je wel voor de vraag, collega. Niet alleen in onderwijs merken we dat agressie steeds meer voorkomt, maar ook in het verkeer, in voetbalwedstrijden, overal. Maar dit belet niet dat we als overheid moeten zorgen dat leerkrachten hun werk kunnen doen op een veilige manier. En ik hoop dan ook, mevrouw de minister, dat u dit ook vastpakt en meeneemt in sociaal overleg, in overleg gaat met sociale partners om, en onderwijsactoren om in co-creatie op zoek te gaan naar oplossingen. En collega Seurs, u verwees naar een aantal statistieken, maar ik verwijs graag naar het talisonderzoek dat in 2018 werd afgenomen en er ook nu in 2024 werd afgenomen. Ik vermoed dat we 25 de cijfers wel zullen krijgen, maar dat we daar ook, en de agenda begint zich al te vullen, voorzitter, maar dat we daar ook de nodige aandacht dan aan schenken. Want het lijkt mij zeer interessant om vanuit die gegevens ook gerichte maatregelen te nemen om de leerkrachten op het terrein ook te kunnen helpen. Dank u. Dank u wel. Het wordt een drukke regeling van de werkzaamheden. Ik heb het al begrepen. Mevrouw de minister. Heel kort om mee te geven dat ik uiteraard met het veld een gesprek zal gaan. Ik heb dat ook de afgelopen weken gedaan. Dit thema kwam al heel fel naar voren, dus dat kan ik wel al meegeven. En dat betekent dat we aan de slag moeten gaan. En wat ik ook heel vaak heb gehoord, en dat is natuurlijk ook wel zo. Ik denk dat je alleen met het kind of met de leerling werken zal niet voldoende zijn. Je gaat echt wel ook met de ouder moeten werken. Want ja, een kleuter, ja, als het gedrag soms daar al zich stelt. Dus je moet die ouder mee gaan nemen. En ik ga de komende weken, maanden ook met de collega van Welzijn samen zitten, wat dat we daar rond of misschien een gezamenlijk iets kunnen gaan organiseren. Maar je gaat echt wel de ouders, want veel begint natuurlijk ook bij opvoeding, gaat de ouders ook moeten meenemen. Maar ik zal daar de komende maanden de nodige tijd in steken om vervolgens wel met wat sterke actiepunten naar voren te komen. Dank u wel, mevrouw de minister. Collega Seurs. Dank u wel. Ja, ik denk dat het een belangrijk thema is. Leerkrachten moeten zich beschermd voelen. Ik denk dat dat iedereen hier wel zal beamen. Anders gaan we ze ook verliezen, ook beginnende leerkrachten. Als ze zoiets meemaken en het verschijnt dan ook nog eens op sociale media, dat is natuurlijk niet vast voor het beroep. Dus bij deze denk ik dat het regeerakkoord voldoende handvaten heeft om dit aan te pakken. En hoop dan ook snel dat we hier een duidelijk signaal geven aan de leerkrachten en de directies en de lokale schoolbesturen. Dank u wel. Dank u wel, collega Seurs. En is opnieuw het woord aan collega Buist met een vraag over het aantal jaren werkervaring van de zijinstromers dat in rekening wordt gebracht voor hun geldelijke anciëniteit. Collega Buist. Dank je wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, in het kader van het lerarentekort nam de vorige Vlaamse regering een aantal maatregelen om een job in het onderwijs aantrekkelijker te maken voor zijinstromers. En een van die maatregelen bestaat eruit dat wie in de privésector gewerkt heeft als werknemer of als zelfstandige, voor bepaalde knelpuntambten een aantal jaar werkervaring kan laten meetellen voor geldelijke anciëniteit. Een eerste stap kwam daar in 2020, toen zijinstromers maximaal 8 jaar ervaring konden laten meetellen. En in 2021 werd dit opgetrokken naar maximaal 10 jaar, in 2023 naar maximaal 15 jaar. Die maatregel heeft er inderdaad toe bijgedragen dat heel wat mensen vanuit de privésector de afgelopen jaren de overstap maakten naar het onderwijs. Tegelijk heeft de geleidelijke uitbreiding ervoor gezorgd dat het loon van een zijinstromer afhankelijk van het moment van instap sterk verschilt. De regelgeving werd nooit retroactief toegepast op mensen die eerder instroomden. Voor leerkrachten die instroomden tussen 2020 en 2023 blijft de geldelijke anciëniteit ook vandaag beperkt tot maximaal 8 of 10 jaar, in tegenstelling dus tot hun collega's die vanaf 2023 instroomden.
En wie voor 2020 instroomde, die kan helemaal geen werkervaring laten meetellen. Het is dus een complexe situatie waar mensen voor hetzelfde beroep, met dezelfde werkervaring, toch een heel verschillend loon ontvangen. En dat is heel concreet voelbaar voor deze vroege zij-instromers. Sommige van hen staan al vele jaren voor de klas, maar verdienen een pak minder dan collega's die pas ingestroomd zijn. Die ongelijkheid kan in sommige gevallen oplopen tot meerdere honderden euro's. Vanuit verschillende hoeken bereikten ons de voorbije weken dan ook signalen dat zij-instromers van voor 2020 omwille van die reden gedemotiveerd raken en overwegen om het onderwijs opnieuw te verlaten voor een job waar hun ervaring dan wel gewaardeerd wordt. Nu, in de huidige regelgeving staat ingeschreven dat wie de overstap maakt vanaf 1 september 2025 opnieuw maximaal 8 jaar ervaring zal kunnen meenemen. En in het regeerakkoord lezen we dat de nieuwe regering daar verandering in wil brengen. Daar staat te lezen: we continueren de maatregelen die in strijd tegen het lerarentekort de afgelopen jaren zijn genomen. Zo zullen onder andere zij-instromers ook na 2025 tot 15 jaar anciëniteit kunnen meenemen. Maar dus over die situatie van die vroege zij-instromers van voor 2020, ja, daar staat eigenlijk niks over in het regeerakkoord. En vandaar, mevrouw de minister, ik had daar toch een aantal vragen over. Bent u daarover al in overleg geweest met het onderwijsveld en hebt u daar signalen over opgevangen? Is de minister bereid om te zoeken naar een regeling waarbij de lonen van zij-instromers meer gelijk berekend worden, en ook zij-instromers dus van het jaar voor 2020, omdat zij dan een deel eventueel van hun werkervaring zouden kunnen laten meetellen? Hebt u zicht op over hoeveel mensen dat zou gaan en wat de kost zou zijn om deze mensen hun werkervaring te laten meetellen? Alvast bedankt voor uw antwoorden, mevrouw de minister. Dank u wel, collega Buist. Mevrouw de minister. Ja, dank u wel, collega, voor de vraag. Ja, het is natuurlijk inderdaad een complex geheel. En ik begrijp ook wel dat zeer wrang is. Hè. Nu, uit de eerste berekeningen van de administratie bleek al snel dat het budgetair niet realistisch was om een maatregel in te voeren waarbij ook de eerdere zij instromers zouden meegenomen worden. Zelfs als we ook voor die eerdere groep de maatregel konden beperken tot de knelpuntambten, kwam men al uit op een bijkomend budget van ongeveer 200 miljoen euro zonder dat er één extra leraar voor de klas kwam te staan. Het optrekken van de anciëniteit bleek nodig om te kunnen inspelen op de nood in zaken het leraartekort. Want ik denk dat dat het belangrijkste is nu, de komende jaren, denk ik. Hè, zorgen dat er genoeg leraren zijn. En hierbij wordt benadrukt dat nooit afbreuk werd gedaan aan de gemaakte afspraken met de eerdere zij-instromers. De afspraken met deze nieuwe leraars worden ook 100% gehonoreerd. Indien de anciëniteit voor alle zij-instromers zouden worden gelijkgetrokken, betekent dit een bijkomend budget van liefst 500 miljoen euro. Door deze zeer zware budgetaire impact zou zeker geen geld meer overschieten voor andere maatregelen in strijd tegen het lerarentekort of andere vele investeringen binnen het onderwijs en de andere vragen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het buitengewoon onderwijs. En om deze reden werd beslist de maatregel voor te behouden voor nieuwe zij-stromers en beperkt tot de ambten waar de tekorten het grootste zijn. En concreet is er gekozen voor de leraars in het basis- en het secundair onderwijs. Prioritair wordt ingezet op bijkomende leraren, zodat de leraarachterstand minimaal is. Uiteraard spreekt voor zich, als ik zoveel geld zou hebben, 500 miljoen, dan zou ik dat onmiddellijk doen. Geen haar op mijn kop die daaraan zou denken om dat niet te doen. Want ik snap wel dat dat wrang is. Maar ja, we moeten keuzes maken. En het allerbelangrijkste is, denk ik, een antwoord vinden op dat lerarentekort. En zorgen dat er voldoende leraars staan in de klas. Hoe dan ook ben ik mij wel bewust dat er binnen het lerarenkorps in het algemeen heel wat vragen leven over de aantrekkelijkheid van het statuut. En dus ik zal sowieso dat punt op het overleg met de sociale partners, ik ga dat meenemen op de agenda en samen met hem kijken hoe dat we de aantrekkelijkheid van het statuut, hoe dat we dat kunnen verbeteren. Dank u wel, minister. Collega Buist. Ja, mevrouw de minister, het ligt me wel nauw aan het hart. Ik heb eigenlijk de voorbije weken heel wat mails gehad van leerkrachten die
in 2019 de overstap hebben gemaakt. Bijvoorbeeld Britt, en nog altijd gepassioneerd wiskundige heeft. Lisbeth, die gestart is als science-stromer in 2014. Delphine, die in 2019 gestart is. En een van die mensen, de laatste, Delphine, die zegt nu... Kijk, ik sta op het punt waarop dat ik ga moeten beslissen... Blijf ik nog of blijf ik niet? Want ik begrijp natuurlijk dat u zegt, ja, het gaat over veel geld en dan trekken we geen enkele extra leraar aan. Oké, zover kan ik zeker meegaan. Aan de andere kant bestaat het gevaar wel dat we leerkrachten gaan verliezen. Want er is zelfs eigenlijk nu een beetje een, ja, laat het mij noemen, pervers is misschien een verkeerd woord, maar een vreemde situatie. Want als iemand nu 3 jaar uit het onderwijs stapt en dan terug een aanvraag doet... dan heeft hij eventueel wel kans om dat mee te nemen. Nee. Oké, okay, want dat is dan toch wel... Dat zou wel heel vreemd zijn. Hè? Maar goed, vandaar dus die bijkomende vraag of dat zo is. Maar het kan toch eigenlijk niet afhankelijk zijn van welke regering wanneer aan de macht is of dat iemand... welk loon dat iemand krijgt. En ik maak mij sterk dat we heel gepassioneerde zijnstromers gaan verliezen in het onderwijs. Dus ik vraag toch mevrouw de minister om het nog eens te bekijken op welke manier we toch een gedeeltelijk antwoord kunnen geven op die zijinstromers van voor 2020. En dan inderdaad misschien de uitleg over die 3 jaar pauze eventueel. Dank u wel. Welke collega's wensen aan te sluiten? Ik had collega Laremans genoteerd, Bozemans en Van Drommen. Collega Laremans. Ja, dank u mevrouw Buist opnieuw voor de vraag die zeer terecht is. We hebben dat in de vorige legislatuur herhaaldelijk aangekaart. Ik heb daar toen ook voor gepleit om toch rekening te houden met die mensen die bijvoorbeeld 10 jaar geleden, toen Pascal Schmidt nog, of langer geleden toen hij nog minister was, en dat beloofde, dat er zou komen. Het is inderdaad nooit gekomen en dat is de verdienste van de vorige regering dat zij daar wel werk van heeft gemaakt. Maar die mensen die 10, 15 jaar geleden zijn ingestapt en ondertussen allang aan het werk zijn, die zijn bijzonder gefrustreerd, omdat zij dus zien dat hun later ingestroomde collega's wel die verhoging krijgen. En ik heb daar toch wel oor naar, omdat zij ook aangeven van sorry, maar zo gaan we er niet in blijven. Het is niet eerlijk. En ik snap dat je niet kunt teruggaan tot na de Tweede Wereldoorlog, bij wijze van spreken. Maar ik zou toch eens graag weten, minister... hoe die 500 miljoen euro juist berekend is. Kunnen wij die berekening eens krijgen waarop die gebaseerd is? En er zijn ook suggesties gedaan door die mensen. Ja, bijvoorbeeld, waarom kan men die anciëniteitsverhoging, die je normaal om de 2 jaar krijgt, waarom kan die niet bij zulke mensen sneller doorgevoerd worden? Zodanig dat voor de begroting minder zwaar weegt... Ja, maar dat toch voor die mensen perspectief geeft van je krijgt ook al een stukje en je krijgt die versnelling op basis van de volgende 10 jaar, maar dat zij toch weten dat ze gehoord worden en we willen die mensen inderdaad niet verliezen. Dank u wel. Collega Grozemans. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister. Ik wil toch beginnen met te zeggen dat het onder minister Weitz is dat we erin geslaagd zijn om eigenlijk echt een effectief en goed onderbouwde anciëniteitsregeling uit te werken, stap voor stap, van 8 naar 10 naar 15 jaar. Daarvoor was er niks mogelijk, kon niemand anciëniteit meenemen. En wij zijn in ieder geval heel, heel tevreden dat de regering verder zet op die maatregelen om zij-instromers aan te trekken. En dat we ook na 2025 die zij-instromers tot 15 jaar anciëniteit kunnen meenemen en dat budget is voorzien. Dat is enorm belangrijk. Ik denk dat we absolute doelstelling van die maatregel zeker niet uit het oog mogen verliezen. En de doelstelling was om bijkomende personeelsleden aan te trekken, om dat lerarentekort weg te werken of alleszins te verkleinen. En dat daarom die maatregel ook gericht is op die toekomstige zij-instromers in die onderwijsniveaus waar de nood aan nieuwe leraren het hoogst is. Dat wil niet zeggen dat wij de frustratie en de ontgoocheling en zeker ook het gevoel van onrecht van die vroegere zij-instromers niet begrijpen. En niemand hier twijfelt aan die eerder opgedane ervaring en dat die heel erg nuttig is voor ons onderwijs. Maar feit is wel dat die zij-instromers van voor 2020 er
ingestapt zijn destijds met de voorwaarden en in de toenmalige situatie die gekend was. De middelen zijn niet oneindig, jammer genoeg. Als dat oneindig was, dan denk ik dat dat onmiddellijk zou worden ingevoerd. Maar de middelen zijn niet oneindig, dat is de realiteit. De minister sprak juist ook over 500 miljoen extra. Maar dat is 500 miljoen extra, collega's, zonder dat er één extra leerkracht wordt aangeworven. En dat is het probleem. Dan wordt het eigenlijk een loonmaatregel in plaats van een maatregel om het lerarentekort aan te pakken. Wat wel positief is, mevrouw de minister, is dat u het statuut van die leerkracht wil versterken. En we kijken uit naar die conclusies van het sociaal overleg. Dank u wel. En collega Van Drommel. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, ik waardeer het heel fel dat u het statuut van de leraar echt ook als basis ziet om werk te maken van dat lerarentekort. Ik heb in de voorbije jaren daar heel fel op gewogen en ik denk dat dat echt het punt is waar we werk moeten van maken om in sociaal overleg met de andere actoren ook daarover te blijven waken en dat niet te laten afkalven, maar net te versterken. En ik deel de zorg dat we niet alleen moeten nadenken over het aantrekken van nieuwe leerkrachten. En dat kunnen zij in stromers zijn, maar ook moeten zorg dragen voor leerkrachten die al lang aan het werk zijn in ons onderwijs. Vandaar dat ik heel specifiek nog de zorg voor de retentie van leerkrachten in de kijker wil zetten. Het klopt inderdaad dat het niet specifiek in het regeerakkoord vermeld staat, maar ik denk dat daarmee de zorg niet weg is of niet verdwenen is. En ik kijk alvast heel fel uit naar hoe u als minister ervoor zal zorgen dat wie in het onderwijs aan het werk is, er ook blijft. Want die retentie is ook een maatregel om ervoor te zorgen dat we het leerkrachtentekort kunnen aanpakken. Dank u. Dank u wel, collega's. Dan luisteren we opnieuw naar mevrouw de minister. Dank u wel. Ik zal de berekening opvragen van die 500 miljoen. Dan kunnen jullie daar naar kijken. Dan zal ik het overmaken via het secretariaat. Eén en twee, ik denk dat hier ook is gezegd, dat de Raad van State heeft heel duidelijk gemaakt dat je wel een onderscheid kan maken, omdat de maatregel heel specifiek, concreet gericht was om extra mensen aan te trekken. Dank u wel, minister. Collega Bluist. Ja, dankjewel mevrouw de minister. Er zijn een aantal heel pertinente dingen gezegd, hè, het statuut van de leerkracht. Maar ik blijf het wel heel moeilijk dat versterkt moet worden, daar ben ik het ook mee eens. Ja, u zal mij nog leren kennen als iemand die ook echt luistert naar wat er gezegd wordt en niet leest wat er voorbereid is op mijn blaadje. Dus vandaar dat ik mijn gedachten nog wel aan het ordenen ben. Het is belangrijk dat we leerkrachten aantrekken, zeker wel. En ik begrijp ook, we hebben geen oneindige pot geld. Maar we moeten leerkrachten ook wel houden. En die getuigenissen die ik heb gekregen, daar spreken echt gepassioneerde leerkrachten uit die 10, 15 jaar ervaring hebben. En het zou toch heel erg zonde zijn, moesten we die ook verliezen. Dus mevrouw de minister, ik vraag toch oprecht om eens te bekijken wat er eventueel mogelijk is. Daarom niet al hun jaren anciëniteit, zeker ook niet retroactief of zo, maar dat we toch eens kunnen kijken op welke manier dat we ook voor die mensen een oplossing kunnen bieden en dat zij dus naast een aantal andere manieren om de job aantrekkelijker te maken ook kunnen rekenen op een fair loon. Dank u wel. Ik wil collega Buister, maar is die vraag afgehandeld. Dan geef ik het woord aan de collega Botuinen met een vraag over de lange wachttijd voor de erkenning van buitenlandse diploma's. Collega Botuinen. Dank u wel, voorzitter. Een vraag op het snijpunt van uw twee bevoegdheden, werk en onderwijs, mevrouw de minister. En ik heb daar wat externe expertise voor meegebracht. Anna van Laren zal als UCAS-student de vraag in kwestie stellen. Arbeidsmigratie is steeds belangrijk bij het invullen van knelpuntvacatures, zeker voor hooggeschoolde profielen. Meer en meer mensen willen dus ook hun buitenlands diploma laten erkennen. In vergelijking met 5 jaar geleden zijn de aanvragen met 75% gestegen, terwijl er voor 2021 jaarlijks niet meer dan 5000 aanvragen waren, steeg hun aantal in 2023 tot 7500. Dit jaar alleen al zijn er in Vlaanderen reeds 8000 aanvragen. Bekijken of een buitenlands diploma gelijkwaardig is met een specifiek Vlaams diploma duurt gemiddeld 200 dagen.
Het onderzoek naar het niveau van een opleiding of een diploma wordt ingeschaald als master of bachelor, duurt gemiddeld 80 dagen. De verwerkingstijden lopen op. Aanvragers voor niveaugelijkwaardigheid, bachelor of master, van een buitenlands diploma moeten 4 maanden wachten, terwijl de wettelijke termijn 2 maanden is. Voor sommige specifieke erkenningen loopt de wachttijd op tot 9 maanden. Dat meldde de SERF deze week nog. NARIC geeft aan zeer ernstig te werk te gaan. Dat is ook nodig. Toch kan de procedure efficiënter, zeggen experten. Yves Marx, hoogleraar sociaal-economisch beleid aan de Universiteit Antwerpen, geeft aan dat het in ons aller belang is om de aanvraag sneller af te handelen. Volgens hem moeten we, indien we openstaan voor arbeidsmigratie, kunnen rekenen op een administratie die daarmee om kan. Hij verwijst naar de knelpuntberoepen, bijvoorbeeld in de zorgsector, welke zeer dringend mensen nodig hebben om die in te vullen. Hij verwijst eveneens naar Nederland. Daar is een gecentraliseerd register waar niet iedereen een apart dossier moet indienen. Elke opleiding krijgt dezelfde beslissing. Ook de SERF verwijst in zijn advies deze week naar het Nederlands voorbeeld. Ook pleit men voor een voorwaardelijke erkenning, waarbij NARIC erkent onder voorwaarde van bepaalde later te bereiken doelstellingen. Ook pleit men voor een samenwerkingsakkoord met de Frans- en Duitsstalige gemeenschap. De erkenning van diploma's is dus zelf bijna een knelpunt geworden. Als minister van Werk en Onderwijs heeft u hierbij een uitgelezen kans om dit knelpunt weg te werken. Daarom hierover een aantal vragen. Welke is de reactie van u over deze cijfers? Welke visie heeft u op de verwijzing naar het systeem in Nederland waarnaar Yves Marx en de SERF verwijst? Vaak is een formele erkenning van diploma niet nodig voor een job. Hoe kijkt u naar de invoering van een conversietabel, zodat werkgevers de waarde van een diploma kunnen inschatten? En hoe ziet u de verdere werking van NARIC? Voorziet u een wijziging in de samenstelling, de doelstelling, de werkwijze en zo van NARIC en op welke manier? Wel, collega het interim van Lanen, voor uw vraag. Mevrouw de minister. Dank u wel. Inderdaad, dus we zien op 5 jaar tijd een gigantische stijging. Is bijna 60% toegenomen. De vorige regering heeft ook extra dossierbehandelaars aangeworven voor die grote vraag naar onderzoeken voor buitenlandse diploma's. Maar ik denk dat we moeten vaststellen dat dat inderdaad niet voldoende is. Dat we toch wel eens grondiger gaan moeten kijken naar het systeem. En dat betekent dat we dat zullen moeten gaan hervormen, denk ik, als u dat aan mij vraagt. Als we kijken naar het Nederlands systeem, dat is dus wel een groot verschil met het systeem dat wij kennen. Omdat men daar eerst een advies aflevert die juridisch niet bindend is. Dus een advies en dan volgt de opleiding. Dus die persoon moet dan een opleiding volgen. Dat duurt soms een half jaar, een jaar, 2 jaar, 3 jaar zelfs. En daarna pas wordt het diploma erkend. Dus dat is een zeer uitgebreid traject. Maar in eerste instantie krijg je inderdaad een advies in Nederland, maar dat betekent nog niet dat het rond is. Dus je moet dan nog een heel traject afleggen. Dat is het Nederlands systeem. Bij ons is het een ander systeem. Weliswaar gezien de toename dat daar een stijging is. Ik heb het advies van de SERF ook gelezen. Ik denk dat er wel iets in zit om een prioritering van de dossiers te gaan maken. Wat hebben we nodig bijvoorbeeld, hè? Ook als minister van Werk. Dus ik ga in ieder geval aan de slag met dit probleem. Dank u wel, mevrouw de minister. Collega Botuino. Ja, dank u wel, mevrouw de minister, voor het antwoord en vooral voor het engagement om hiermee aan de slag te gaan. Het advies van de SERF bevat een aantal heel concrete maatregelen en voorstellen om een aantal zaken aan te pakken en te gaan verbeteren. Ik denk dat dat ook zal tegemoetkomen aan een reële nood op onze arbeidsmarkt. We zitten met een structureel tekort op de arbeidsmarkt. Met elke 100 mensen die er op pensioen gaan, zijn er 18 mensen tekort om die vrijgekomen plaatsen in te vullen.
van de vervangingsvraag zal de komende 5 jaar 50% hoger liggen dan de voorbije 5 jaar. En dus zullen er ook werkgevers een toevlucht zoeken tot arbeidsmigratie om die vacatures in te vullen. En we willen dat op de juiste manier ondersteunen, zodat mensen die hier komen werken ook een reële toegevoegde waarde zijn voor onze economie en onze samenleving. Het heeft nog een aantal andere uitdagingen op vlak van onder andere integratie en de kennis van het Nederlands. Maar die gelijkwaardigheid van diploma's snel kunnen inschalen en op die manier een eventueel bijkomend opleidingstraject bepalen, is natuurlijk ook essentieel. SERF pleit ook bijvoorbeeld ook om het EVC-beleid op dat punt opnieuw tegen het licht te houden, zodat ook elders verworven competenties op een betere manier kunnen ingeschaald en gebruikt worden bij aanwerving. Een heel concrete vraag nog, mevrouw de minister, dat is een vraag naar timing. Het advies van de SERF ligt op dit moment voor. Heel concrete aanbevelingen. We zien de knelpunten en de wachtlijsten bij Narik op dit moment. Mensen verliezen maanden wachten. Wachttijd op dit moment bij Narik. Dus dat is een urgent probleem dat we denk ik snel moeten aanpakken. Op welke manier en wanneer wil u dat juist doen? Dank u wel. Zijn er collega's die wensen aan te sluiten? Eenmaal, andermaal? Nee. Mevrouw de minister. We hebben het advies vorige week gehad van de SERF. Dus sta mij toe om mij niet vast te pinnen op een timing. Maar ik ga daar wel in vliegen. Dus zo snel mogelijk. Dank u wel, mevrouw de minister. Ik wil dan nog een week wachten om een nieuwe vraag aan mij te dienen. Twee weken, want de deadline is voorbij om vragen in te dienen. De voorzitter is heel clement. Ja. Okay. Dank u wel, dan is die vraag afgehandeld. En dan geef ik het woord aan collega Van Drommen met een vraag over de nieuwe resultaten van de werkbaarheidsmonitor van de SERF voor wat betreft het beroep van de leerkracht. Collega Van Drommen. Dank je wel, meneer de voorzitter. Collega's, ook ik heb het geluk om een aantal studenten mee te kunnen nemen op pad. Kira en Toby zitten vanachter in de zaal. We waren vanuit de verre Westhoek naar hier gekomen met de trein en hebben ondervonden dat het nogal ver af is. Naast mij zit Dante van UGent. Ook een student. Maar de vraag. Uit een nieuw rapport van de SERF blijkt dat er op het vlak van werkdruk en emotionele belasting bij leerkrachten een verbetering tegenover de resultaten in 2019 is. Terwijl in 2019 nog 41,4% van de leraren een hoge werkdruk ondervond, is dat in 2023 voor 34,3% van de leraren het geval. Voor emotionele belasting zakt het percentage van 44,9 naar 36%. Daartegenover staat dan weer dat het aandeel van de mensen in het onderwijs met ernstige motivatieproblemen significant kleiner is dan ten opzichte van andere werknemers. Leerkrachten geven verder aan dat ze voldoende leerkansen krijgen. Ook hier zijn de cijfers beter dan het Vlaams werknemersgemiddelde. Ondanks deze betere resultaten blijft het aandeel leerkrachten dat werkstress ervaart en een moeilijk evenwicht vindt tussen werk en privé nog altijd heel wat hoger dan bij de gemiddelde Vlaamse werknemer. Deze twee aspecten verhogen bovendien de kans op werkstressklachten en symptomen van burn-out. Een reactie op deze resultaten roept Danny van Asje, voorzitter van de SERF, de Vlaamse regering, op om extra maatregelen te nemen om de aantrekkelijkheid van een job in het onderwijs te verhogen. De commissie van Onderwijs hadden we het al vaker over het aantrekkelijk maken en houden van een job in het onderwijs, vandaag trouwens al. In het rapport van de commissie van Wijzen worden ook verschillende aanzetten gegeven. Daaromtrent een aantal vragen, mevrouw de minister. Hoe kijkt u naar de resultaten van deze werkbaarheidsmonitor? En hoe zal u werk maken van werkbaar werk, specifiek voor onze leerkrachten? Hoe zal u het werkveld betrekken? En als laatste, hoe zal u scholen ondersteunen om leerkrachten de nodige tools aan te bieden om te gaan met stress en werkdruk? Dank u. Dank u wel, collega Van Drommen. Mevrouw de minister. Ja, het is goed dat we op vlak van werkdruk en emotionele belasting verbeteringen zien ten opzichte van de bevraging in 2019. Ik ben ook tevreden dat ik kan vaststellen dat we op vlak van motivatie en leerkansen zo goed doen als sector. Maar uiteraard het welzijn van het onderwijspersoneel en de werkbaarheid van de job in het onderwijs blijft een belangrijk aandachtspunt. Dus daar gaan we sowieso hard op moeten gaan werken op die twee punten. Het feit dat nog steeds een deel van de leraren werkstress ervaart en worstelt met de
werk-privé-balans toont ook aan dat we hier aandacht voor moeten hebben. Het positieve is wel dat de stijging in werkstressklachten die in 2016 en 2019 merkbaar was, zich niet doorzet in 2023. Werkbaar werk is voor mij ook onlosmakelijk verbonden aan een goed statuut, ook aan een sterk personeelsbeleid. Als we werkbaar werk willen in onze onderwijsinstellingen, hebben we ook een sterk personeelsbeleid nodig. Zo kunt u ook zien in het regeerakkoord dat daar een aanzet wordt gedaan, het regeerakkoord. Van een aantal maatregelen gaande van de ondersteuning van die startende leraars. Heel, heel belangrijk. Verdere actualisering van het personeelstatuut. De schooldirecteurs ook versterken. De professionalisering, de opleiding van die schooldirecteurs. En uiteraard zal ik dat ook doen in overleg met de sociale partners. Ook het probleem van planlast, want ik denk dat dat ook iets is wat dat stress geeft. Ook als ouder krijg ik daar ook stress van smart school en wat is het allemaal, bingel en kabas en ik weet niet wat allemaal. Dus ik kan mij heel goed voorstellen dat voor de leerkrachten enorme planlast geeft. En dat wil ik ook met de verschillende onderwijsactoren ook bespreken, want die planlast komt natuurlijk van verschillende niveaus. Dat is niet één niveau, maar iedereen stuurt maar regeltjes door en op den duur ontploft het natuurlijk. Dus daar gaan we echt wel ieder voor zijn eigen deur met de kam erdoor gaan. Oké, wat kunnen we hier eigenlijk schrappen, zodat we die planlast ook naar beneden kunnen laten gaan en de leraren zich kunnen focussen. Maar zoals gezegd, het gesprek met de sociale partners, de knelpunten in zaken de aantrekkelijkheid van het beroep en ook de werkdruk bespreken en tools aanbieden aan scholen, dat ga ik ook doen. En ik ga dat doen nadat ik het overleg met het werkveld heb afgerond, zodat ze dan een reeks van maatregelen hebben die ze kunnen uitrollen, de rol van vertrouwenspersonen, afspraken rond het gebruik van digitale communicatie, aandacht voor het psychosociaal welzijnsbeleid, sterk HR-beleid binnen de scholen enzovoorts. Dank u wel, mevrouw de minister. Collega Van Drommel. Dank u wel, mevrouw de minister. Dank u wel. Ja, u merkt het al wellicht dat dat voor mij echt wel een heel cruciaal punt is. En voor wie nieuw is in de commissie, het HR-beleid van scholen is echt wel een uitdaging. We noemen het soms wel een telefoonboek van maatregelen. Heel blij dat we in het regeerakkoord tot een akkoord kunnen komen zijn, waarbij dat we vooral de schoolbesturen ook kunnen laten inspelen en sterker maken om die lokale context en die noden die er zijn bij individuele leerkrachten en directeurs, om die op te vangen. Want scholen zijn zeer divers. De noden die er zijn, zijn zeer divers. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is dat we dit signaal kunnen geven en dat u bereid bent om daarin overleg te gaan, waardeer ik heel fel. En ik denk vooral dat we moeten inzetten op het vermijden van uitval bij leerkrachten en personeelsleden. Hoe vermijden we nu dat de leerkracht het vuur verliest om voor de klas te staan, die individuele directeur het plotseling helemaal niet meer zien zit? Dat denk ik is dat preventieve luik en dat moeten we zeker ook vastpakken. De veerkracht bewaren, die grens tussen privé en werk. En u haalt het al aan, die planlast. En ik ben ook zeer tevreden dat u zegt, van, dat is niet op één niveau. We moeten allemaal voor onze deur vegen. Dat waardeer ik ook heel fel. En ik denk dat het luisteren naar het veld, naar wat zij ervaren en hen vertrouwen geven. Want echte experten, die staan op de klasvloer zelf. Dus ik kijk alvast heel fel uit naar hoe u dit zal aanpakken. Dank u wel. Dank u wel, collega's. Zijn er collega's die wensen aan te sluiten? Ik had collega Van Rijkigem. Collega Van Rijkigem. Dank u wel, voorzitter. Het is zo dat wij ook vanuit onze fractie het grote belang van het erkennen van de leerkracht als de professional, dat verdienen zij wel, dat wij dat zeker willen ondersteunen en versterken. En dat we inderdaad, zoals het hier al werd gezegd, hen maximaal ontlasten. En daarom is het ook zo goed dat in dat regeerakkoord opnieuw duidelijke maatregelen zijn opgenomen. En dat betekent ook, het werd ook al aangehaald in de eerdere vragen, die nultolerantie. Betekent ook het inzetten op ouderlijke verantwoordelijkheid, het eigenaarschap, de leerkracht die weer een stuk gezag terugkrijgt, die weer basisontwikkeling, leerplannen,
die niet van bovenuit van alles op zich ziet vallen. En ook die omkadering via de directie en de managementvaardigheden versterken. Dus samen met de minister en met iedereen hier denk ik dat we allemaal klaarstaan om al die maatregelen mee uitrollen en mee te gaan uitvoeren. En dan denk ik dat u zelf tegengesproken hebt, mevrouw de minister. U zei, ik heb nog nooit een boek geschreven. Hè. Wel, ik denk dat jullie met de nieuwe ploeg vanuit de regering wel een heel mooi boek geschreven hebben voor onderwijs. Want het is nergens in eender welk luik van het regeerakkoord zo duidelijk hoe we het accent leggen op al die specifieke, gedetailleerde punten om op elk niveau voor de leerkracht, voor de school, voor de ouders, alles expliciet te vermelden. En ik wil er nog een aantal aanhalen als voorbeeld, maar ik denk dat er al heel wat voorbijgekomen zijn. Dus als we dan uw boek mogen openslaan, mevrouw de minister, dan zien we inderdaad dat er over die werkdruk heel wat in staat. Hè, dat we die praktijkschok die startende leraren ervaren met stage, met aanvangsbegeleiding, die partnerschappen met de lerarenopleiding en onderwijsinstellingen, die haalbare en aangepaste trajecten voor zijinstromers, het aantal verlofstelsels waarmee we gaan kijken hoe we dit genuanceerd en gebalanceerd kunnen aanpassen om werkdruk te verlagen bij collega's, die professionele omkadering en allerlei maatregelen voor dat lerarentekort. En ook rond de ondersteuning van scholen staat heel expliciet en gedetailleerd die financiële flexibiliteit waar de scholen weer zelf een stukje kunnen inzetten waar nodig. Dat werd al aangehaald, directie, managementvaardigheden, HR-beleid, die boekhouding. Hè. Dus eigenlijk geven we heel wat terug. En ik wil dan ook meegeven dat het boek dat ik nu lees over onderwijs in het regeerakkoord mij zeer tevreden stemt. Ik denk dat heel veel leerkrachten en scholen er naar uitkijken wat wij daarmee gaan doen. En ik roep dan ook iedereen in deze commissie op om u te ondersteunen, want het zijn niet altijd evidente oefeningen, maar wij weten dat u krachtdadig en slagkrachtig te werk gaat. En ik zie nu de geknipte persoon om hier veel van te realiseren. Mooie woorden van iemand van uw eigen fractie. Dank u wel. Wens de minister nog te reageren? Nee. Collega Van Dromme. Veel werk, veel werk. Dank u wel. Ik wil misschien nog afsluiten met de positieve boodschap dat we zien dat de motivatieproblemen bij mensen die in het onderwijs werken, dat eigenlijk significant er niet is als je dat vergelijkt met de rest van of andere sectoren. En ik wil daar toch mee eindigen. Dat is super positief. Maar mevrouw de minister, ik denk dat we, als we daar aandacht voor hebben, dat we dan heel specifiek die leerkrachten die op het einde van hun carrière staan, dat we daar ook, want u had het over aanvangsbegeleiding, maar die doelgroep, denk ik, die wordt soms voor extra uitdagingen gesteld in een veranderende samenleving. Die doelgroep moeten we echt ook kunnen koesteren en omarmen. Dank u. Dank u wel, collega Van Dromme. En collega's, daarmee is onze laatste vraag om uitleg van vandaag afgehandeld. Zijn we ook aan het einde van onze publieke agenda. Ik wil mevrouw de minister te bedanken voor uw antwoorden. En wij zien u volgende week stipt om 10:00 terug, mevrouw de minister. Dank u.